Deze clip die is nu, volgens mij is die al, weet ik veel, 120.000 keer bekeken op internet. Waarom maak je tegenwoordig nog een clip specifiek voor internet? Ja, nou, het hoort er natuurlijk bij. Ja. Ik vind het hartstikke leuk. Het is ook hetgeen wat overblijft op het moment dat gedachten verloren gaan. Ja. Zo'n videoclip kijk je met je kinderen straks naar terug. Dat is het mooie van een videoclip. Het is een stukje hobby ook. Daarnaast is het ook een grote behoefte van je achterban. Ja. Je wil een liedje vertaald zien in een videoclip. Ja, maar ik kan me voorstellen bijvoorbeeld dat MTV of TMF, dat nu wordt steeds minder belangrijk. Tenminste had ik laatst een gesprek over met Ketan, zeg maar. Dat jullie meer doen, dat het toch ook gewoon meer internet, dat het steeds heel belangrijker wordt voor jullie. Het is een feit dat MTV en TMF niet meer zo groot zijn als ze waren. Er is ook een feit dat YouTube erbij is gekomen, inderdaad. Ja. En we halen gemiddeld. Elk liedje wat we uitbrengen gaat over de miljoen heen. Ja. En zelfs over de 1,5 miljoen zitten we nu gemiddeld per videoclip die we releasen. En dat is wel een hele nieuw medium, inderdaad. En eindstand gaat het erom dat wij een liedje maken en een videoclip en dat onze achterban daarvan kan genieten. Maar hoe is nu, zeg maar, voor jullie, voor jou bijvoorbeeld dan, ik bedoel, jij hebt Spek opgericht. Wat is nu jouw verdienmodel? Ik bedoel, zit het nog in de muziek of is het echt op optredens of merchandise? Voornamelijk optredens. Ja, toch wel, ja. De rest is een beetje, je komt erbij kijken. Ja. Muziek op verdienen is bijna niet meer te doen. Alles wordt gedownload. Ja. Alles een... We krijgen niks van YouTube en er wordt wel eens over geklaagd. Ja. Alleen ik zag het gebeuren en ik dacht, dit kan je niet stoppen. Ja. En aan de andere kant was ik zo blij met de belangstelling dat ik denk van, jee mag jongens, hé. Weet je wel? Kijk, je komt hier vandaan, weet je wel, en toen was je gelukkig, toen had je niks, weet je wel, voordat je bekend was. Toen was je ook gewoon gelukkig. En nu, nu ben je bekend, je hebt het beter. En er is zo'n grote belangstelling. Je krijgt er niet voor betaald, maar er is belangstelling. Er zijn mensen die belangstelling niet hebben. Ja. Weet je wel, dat is gewoon iets prachtigs, iets positiefs. En daarnaast moet je het accepteren en aanvaarden. Zodat je zo snel mogelijk die knop om kunt draaien. Om daar een verdienmodel in te verzinnen, in te maken, weet je wel. Heb je die al gevonden voor jezelf? Nou, het feit hier is dat wij door YouTube ook niet meer afhankelijk zijn van onze release planning. Omdat ja, de airplay van radiostations en televisiestations, die bepaalde heel erg onze tijd. Dan zeggen de radio's, ja nu even niet hoor, kom maar dan en dan, want nu hebben we dit en dat al. Weet je, nu hebben we andere rappers. En dan moet je wachten en dan zitten we hier met 4 rappers die allemaal graag willen uitkomen. Nou, we zijn afhankelijk. Ik heb een hekel aan afhankelijkheid. Dus wat dat betreft ben ik hartstikke blij met YouTube. Want nu kunnen we zeggen, oké, als wij volgende week uit willen komen, komen wij volgende week uit. Daar heeft niemand iets. Daar heeft niemand voor zijn toestemming voor nodig. Hoe zie je, zeg maar, dan wat je zegt? Ik zou bijvoorbeeld iets kunnen verzinnen dat je op een gegeven moment zegt, nou, je laat clips adopteren, sponsoren of zo. Noem maar op, dat je zegt van, nou, je hebt dat bereik. Ja, dat is gebeurd hoor. Oké, nee, maar dat je dan bijvoorbeeld daar denkt, bijvoorbeeld dat je Coca-Cola zegt van, nou ja, weet ik veel. Nou, dat is ook gebeurd met Coca-Cola. Dus je noemt het op. AJO is betaald door Coca-Cola. Voor de Mission Olympics. Zij wilden een liedje waarin we een beetje sport uitdragen waarin we dus wat optredens doen op een Mission Olympics feest. Waarin bewegen wordt gepromoot, omdat Coca-Cola zijn verantwoordelijkheid daarin moet nemen. En die wil daar een videoclip voor betalen. Dus daar is, dat is ook die videoclip is ook betaald door. Ja. Je zou er nog meer uit kunnen halen misschien. Zeg maar, als je zegt, je hebt 1,5 miljoen views. Op de een of andere manier dat je bedrijven per views laat betalen of zo. In plaats van een vast budget om die clip te maken. Maar dat je zegt van, nou ja. Ja, ik weet niet, ik ben nu een beetje aan het brainstormen. Ik weet niet, hoe zit je daarin? Ik bedoel, jullie maken nu dat veel met optredens, maar er is dus blijkbaar meer jouw potentie. Heb je daar al over nagedacht hoe je dat wil?
Nou, ik heb erover nagedacht en we zijn er nu nog steeds mee bezig. Wil je er iets over YouTube, zeggen? Ja, nou kijk, YouTube is nog niet bekend bij grote bedrijven. Laten we één ding duidelijk zijn. Dat is onder de nieuwere generaties is dat veel populairder dan onder de volwassenen, om het zo maar te zeggen. Voor hen is MSN, YouTube, het is allemaal nog hartstikke eng. Maar tegelijkertijd zijn het wel weer de mensen die over budgetten gaan, die je nodig hebt om videoclips te draaien. Maar dus ze lopen er nog niet zo warm voor. Ze zien er de waarde nog niet van in. Ze onderschatten het waarschijnlijk. En ze kennen het gewoon niet. Het is een beetje verder van hun bedshow. En op het moment dat die knop om is, dan weet ik zeker dat het op die manier gaat werken. Omdat een videoclip is gewoon ook, kan eventueel ook een soort van een reclamespotje zijn, weet je wel. Je kan er af en toe wat sluikreclame in verwerken. En dat betalen bedrijven al geld voor in films of in weet ik computerspelletjes. Nou, dat kan dus ook in videoclips. Alleen wij gaan er wel heel erg voor waken dat we wel altijd onze eigen ding doen. Tuurlijk. Nooit, het moet wel iets waarom wij zelf achter staan zijn.